geen feest als we niet ook een video maken. Maar het is zeker geen feest als de twee mannen er ook niet bij zijn. En je herkent hem bijna niet, want hij heeft tegenwoordig haar. Dan heb ik het niet over Casper. Maar wel Sascha. Sascha. Hallo Sascha. Dag Wouter. Ben je Wouter? Het is Wouter, jongens. De enige echte. Dag jongens. Waarom zien we jou nooit meer op video? Omdat Casper en jij het veel beter kunnen dan ik. En eerlijk gezegd, ik ben mijn James May kapsel aan het perfectioneren. En als dat af is, dan kom ik weer terug. Hoe lang duurt dat toch? Nou ja, volgens mij nog een jaar of één. Misschien anderhalf. Anderhalf jaar, dus 2016 gaat het zover zijn. Ja, dus volgens mij is dan die nieuwe AMG GT GT3 uitvoering. Die zal dan wel in straat. Nou, dan kom ik weer. AMG GT3 wordt de eerste video waarin we Sascha weer terug. Ja, absoluut. Tot mooi. Sascha, wat heb jij eigenlijk meegenomen vandaag? Ik heb voor jou nog een memory kaartje bij me. Ik heb nog een doosje van een camera body. En ik heb een paar flessen wijn voor Vincent meegenomen. En een auto. Oh ja, we zijn met de auto. Met de SL. De SL van Nederland. De Autoblog SL. Maar wat heb je meegenomen? Ik heb een F-Type. F-Type R heb ik bij me. Een R. 550 brullende pk's. 550? Ja. Dus wel pk-inflatie tegenwoordig. Hè? Het is echt 500, 550, 600. Als we nu even iets moeten uitzoeken hier op het parkeerplaats. Wat zou jij nou willen hebben, Casper? Niet je eigen auto die je mee hebt genomen. Nou, eigen. Een geleende Jaguar die je hebt meegenomen. Ja. Gewoon nu kiezen. Die oerquattro. Die rode oerquattro. Of quattro. Ja, dat ding. Daar. Zo mooi. Sascha? Nou, ik moet zeggen, ik vind die Opel Kadett vind ik wel heel leuk. Dat is gewoon een echte, authentieke, met mooie sportvelgjes erop. Ik vind het wel een heel grappig autootje. Hetzelfde kleur als je jas ook. Ja. En voor anders dan zou ik die blauwe CLS 63 AMG S, dat is ook wel leuk. Vierwiel aangedreven, die heeft toch ook 1000 pk of zo, weet ik. Ja, 1000, hij is wel begrensd op 250. Dan halen we die eraf. We hebben Christian met mijn verjaardagscadeau, toch? Ja, ja, absoluut Wouter. Mijn hart en gefeliciteerd. Geef je sleutels maar gewoon. Ja, het is keyless drive. Sleutel hebben we misschien niet eens nodig. Lekker, ik ga even achter. Gas geven. Casper? Ja. Kunnen we Sascha niet gewoon om laten roepen? Sascha! Sascha! Je had het net over die spijker, dat je die niet zoveel in de showroom ziet. Maar je ziet ze volgens mij meer in de showroom dan dat je ze op de weg ziet, Wouter. Bijzonder? Ja, zeer bijzonder. Dit is een Lancia Fulvia Rally. En in Italië heeft hij de bijnaam Fanalone. Een knappe vrouw met mooie ogen noemen ze daar een Fanalone. Deze heeft twee grote schijnwerpers voor meer licht bij rallygebruik. En daarom heeft hij de bijnaam Fanalone. En omdat het een rallyauto is, zijn de meeste auto's dus ook intensief gebruikt in de rallysport. En bijna allemaal hebben ze dus ook schade gehad. Deze auto is alleen gebruikt op de openbare weg. En heeft slechts twee eigenaren gehad en verkeert nog steeds sublieme staat. Is dit je favoriet? Dit is wel een van mijn favorieten, ja, vanwege de uitmuntende staat. Ik zou die Ferrari F40 ook wel... Die Ferrari F40 is zeer zeker ook bijzonder, absoluut. Hey, van harte welkom bij Classic Park. Hartstikke leuk dat jullie onze locatie hebben uitgekozen om jullie 10-jarige bestaan te vieren. Aan de opkomst kunnen we zien dat het ook door de lezers, want ja, zo is dat gekomen. Goed bevallen is. 1, 2, 3. Nou, hier, verbonden ook.